Doet hij het of doet hij het niet? Nou, hij zat op groen. Zal dan. Mensen, ik heb lekker kinderweekend of kinderdagen. Hallo. Hallo, inderdaad. En die zit al in de regie op de achtergrond. En het is een beetje een andere setting dan wat jullie van mij gewend zijn. Maar dit kwam ik dus tegen. En dit kwam ik niet één keer tegen, maar al twee, drie keer al. Dit is helemaal brekend, of het hot nieuws. Het is belachelijk. Het is gewoon de gommers die de waarheid vertelt. De waarheid zoals die altijd al is geweest. Ik weet niet, ik zal even mijn dingen opstarten. Mijn stream, mijn chat bedoel ik. Misschien kan ik nog zien of überhaupt iemand kijkt. Want je kan ook meepraten dan. Maar ik ga je dit laten zien. Tenminste, misschien heb je het al gezien. Holy shit. Holy shit, jongens. Hey, wat zijn wij? Eindelijk komt het nu uit. Oh, er zijn al een paar mensen. Goeiedag, Claudia. Nee, we gaan nu kijken hoe wij afgelopen jaren genaaid zijn. Ja? Let op. Kom maar op, Diederik. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden. En laten we dat even ten eerste vaststellen. Dat is niet 0%, maar de kans is bijzonder klein. Bijzonder klein, ja. Dus we hebben het land op slot. Alle jongeren, alle evenementen weg. Omdat de kans bijzonder klein is. En maakt het wel lastig, is long COVID. Hè? Dus ook al ben je niet ernstig ziek gehad, dan heb je gewoon verkoudheidsklachten gehad, kan je nog wel long-covid-klachten krijgen. Maar ook bij jongeren is dat relatief klein. Alleen als je het krijgt, is het echt heftig. Ja, al. Dus de afgelopen 2 jaar wel eens over gehad. Hè? Van kan je meer kijken naar risicogroepen en naar specifiek beleid voor jongeren. En toen was vaak in de afgelopen 2 jaar de argumentatie, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Dus we willen geen discriminatie op basis van leeftijd. Is er nu iets veranderd? In die 2 jaar dat je zegt, nu moeten we het daar wel over gaan hebben, om toch meer naar risicogroepen te gaan kijken in het beleid. Hoor je het niet? Oh, sorry. Ik vind sorry. Dat eigenlijk niet meer opgaat. Maar dat moeten jullie vooral zeggen. Hè? Dat moet ik niet als 57-jarige. Maar als je nu zegt. Kijk, we hadden echt gehoopt vorig jaar dat als we gevaccineerd zijn, dat we perspectief komen. Ja, je bek is even Diederik met je bek. Sorry jongens, jullie hebben het begin niet gehoord. Ik ga het niet helemaal overnieuw doen. Oftewel. Nee, maar het begint al lekker, moet je horen. Kijk, wat heel belangrijk is dat jongeren tot nu toe bijna niet ziek worden. He, dat is niet 0%. Bijna nul eigenlijk. Hè? Dus dat hebben we dan even gemist. Oké, prima. Maar even serieus. Wat het op neerkomt, daar gaat het ook dan ook zeggen. Over de regering en alles. En over wat hij dan adviseert of zou adviseren. Of wat hij er eigenlijk van vindt. Maar weet je wat ik heel opvallend vind? Dat dit ten eerste natuurlijk naar buiten komt. Terwijl die gasten allemaal zogenaamd met het kerstreces zijn. En weet ik wel wat voor waanzin ze allemaal aan het doen zijn. Maar ook natuurlijk dat Diederik Gommers weggaat. Dus hij heeft 2 jaar bij het OMT gezeten. En heeft hij alleen maar, hoe noem je dat? Waanzin uitgekraamd. En heel veel gaan allemaal dood. Ja? En dan nu gaat hij weg. En dan is hij in één keer coronacriticus. En dan mag hij aansluiten bij, we zijn het er allemaal niet mee eens. Wat is hier nou aan de hand? Ik vind het een heel raar verhaal, maar het is wel de waarheid hier. Hè? We lopen met geen risico, mensen. Nu ben je 2 jaar verder, heb je een derde prik verder en je hebt nog steeds geen perspectief. Ja, dan vind ik eigenlijk. Ik denk, dit is toch jouw fucking schuld of niet? Wie bepaalt dat dan? Dat bepalen jullie toch? Dat adviseren jullie toch? Maar dit is hier, moet je kijken hoe die nou weer gaat afschuiven. Dat je als politiek geen recht meer hebt van spreken. Ik ben niet de politiek, ik ben gewoon maar een. Ja, daarom! Dan heb je als politiek geen recht meer voor spreken. Maar de politiek die neemt het van adviezen aan van jouw notabene. Van jouw notabene nemen ze adviezen aan. En dan zeg je tegenvolgens, wat is dit? Dus maar ja, ik ben geen politicus, zegt hij. Ik ben geen politicus, nee. Een dokter. Een simpel, zeg je nou een simpele dokter, volgens mij, rijden. En je hebt nog steeds geen perspectief. Ja, dan vind ik eigenlijk dat je als politiek geen recht meer hebt van spreken. Ik ben niet de politiek, ik ben gewoon maar een dokter. Maar ik vind echt dat je kan niet meer met droge ogen vertellen, we willen geen onderscheid maken tussen mensen. Je kan niet meer met droge ogen vertellen dat wij hier op een ongelofelijke fucking manier genaaid worden door jullie allemaal. Diederik, ja, wat leun als slap. Want het is gewoon. En er is gewoon medisch gezien een heel groot onderscheid tussen hoogrisico mensen en jonge mensen. Oh? Oh? Is dat niet iets wat wij de afgelopen 2 jaar al gewoon aan het zeggen zijn? Van je moet gewoon alleen mensen die risico lopen van dit rare virus van jullie. Het zal wel. We hebben het hier over een verkoudheidsvirus. Holy shit mensen, dit is toch wat. En in de gezondheidszorg maken wij onderscheid. Oh. Als wij gaan Op politiek niveau niet. Dan is het in één keer over één kam alles dicht. En dan alles aan de kloten.
transplanteren, gebruiken wij leeftijd. Als we IVF geven, gebruiken wij leeftijd. Als wij risicogroepen hebben, hè, mensen die allerlei medicijnen nemen, die weten dat ze op moeten letten dat ze de griepprik moeten gaan halen. Dus in de... En als we dan over corona praten, over het verkoudheidsvirus, een verkoudheidsvirus, nou, dan maken we geen onderscheid, dan gaat alles dicht. Dan gaat alles naar de kloten. Heel goed, Diederik. Maar ja, je bent maar een dokter, hè? Het is aan de politiek natuurlijk. Hij is maar een dokter. Ja, dit is waanzin, mensen. Echt, dit is waanzin. Even kijken, ja. Ik zweer, dit is van vandaag inderdaad. Gezondheidszorg is het zo normaal om onderscheid te maken. Niet omdat wij een hekel hebben aan meneer A of aan meneer B. Maar omdat je gewoon kijkt naar de risico of je wel of niet een ziekte krijgt. Nou, oh my god! Dit is toch wat? Hij zegt het gewoon echt. Hij zegt het. Dit is toch wat? Dit is toch wat? Het OMT-lid notabene die dit zegt. Na 2 jaar, mensen. Na 2 jaar. Holy crap. En hoe gaat hierop gereageerd, denk je, worden door de politiek? Huh? Notabene Diederik Gommers die dit zegt, mensen. Notabene Diederik Gommers. Het is toch wat? Het is toch wat? Wat vinden jullie ervan? Even heel kort, hoor. Holy crap. Ik heb gehoord dat het kabinet dezelfde beslissing neemt. Dat het OMT, ja, het OMT heeft daar niks te zeggen. Het OMT, ja, maar het suf is dat natuurlijk het OMT adviseert het kabinet. Het kabinet zegt altijd van, ja, nee, op advies van het OMT. Jaap van Dissel staat er zelfs bij. Moeten we dicht. Maar nu, dit is dus de... En die druk gewoon is net zo hard, hè. Want het is gewoon van... Het is gewoon een... Deze man heeft 2 jaar lang van Dissel gespeeld. Holy shit, deze man heeft dezelfde mening als wat hij altijd geadviseerd heeft. En... Als dit al die tijd zijn mening is geweest en dat hij inderdaad gewoon prima in staat is om de risico's in te schatten zoals ze in te schatten moeten worden. Holy shit, wat zijn we hier dan aan het doen dan? Dan zijn Mark Rutte en Hugo de Jonge gewoon, nou dat zijn ze al, maar gewoon crimineel bezig. Crimineel bezig. En kunnen ze niet meer met droge ogen volhouden dat dit allemaal om de volksgezondheid gaat, mensen. Wij worden ongelooflijk getild. Echt, my goodness. Wat is tussen jongeren en ouderen, is dat gewoon een verschil? Inderdaad, ja. Een heel groot verschil. En ouder betekent boven de 70. Want onder de 70 of onder de 60. Onder de 60 kun je jezelf als jongere beschouwen qua risico. Qua risico van deze ziekte. Het is waanzinnig. Waanzinnig. Maar vond u het dan ook echt spannend om een booster te nemen? Want u zegt, dus, ik weet er alles van. En u heeft ook vaak gesteld dat het vaccin volledig veilig is. Maar dan zit er zit toch een gevoelsiets dan, toch? Nee, ik maak me niet zorgen om het vaccin. Dus daarvoor heb ik het niet gedaan. Dus dat ik dacht van, oeh, nou heb ik hem genomen. Nou heb ik dadelijk een bloeding. Of een myocarditis of een pericarditis. Nee, dat maakt me zorgen. Ja. Maar ik vond gewoon, ja, ik voel me ontzettend gezond. Moet ik dan iets nemen waar ik op dat moment dacht van, waarom zou ik dat doen? Het is toch wat? Het is het OMT-lid die dit zegt. Ik hoor mezelf praten. Wat is dit? Waar kijken we naar, mensen? Waar kijken we naar? Echt waanzinnig. Hij is een wappie geworden. Hij is gewoon een wappie geworden, die man. Vooraan staat OMT die dit zegt, mensen. Besef even de waanzin waar wij in terecht zijn gekomen. Holy shit, ouwe. Nou, alleen maar gezonder nog van wordt een vaccin. Oh my god. Of zie ik dat verkeerd dan? Nou ja, maar je normale afweer als je gezond bent. Ik bedoel, we komen altijd virussen tegen enzovoort enzovoort. Dus ik merk... Nou ja, Ik ga niet zomaar in mee omdat iemand als de minister roept... Ja, maar het is... het moet... We moeten allemaal... Wie is dit? Dit is Diederik Gommers niet. Wat is... Ben ik nou... Ik ben helemaal verbaasd, man. Ik heb het niet helemaal gezien. Holy shit, ouwe. Dit is inderdaad... Hij is gewoon een wappie geworden, mensen. Het OMT-lid. En weet je, maar dit is, hij is weg. Hij gaat weg. Of zo, hij moet weg. Hij gaat stoppen toch? Waar zitten wij in verwikkeld, mensen? Vraag je af, hoor. Dit klopt. Ja, wat hij zegt, eindelijk klopt. Dit is de waarheid, toch? Dit is de waarheid. Wat is dit, mensen? Echt, ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij gaan. Vaccineert, ja, dan denk ik, ho, 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 ho. Laten we wel even rustig. Denk je dat?
Dit is alles niet wat je tegen het OMT... Je bent het OMT, my goodness. Je bent het OMT. Wat is hier aan de hand, mensen? Wat is hier aan de hand? Ik zweer het je. Nadenken en waarvoor doen we het en wat is het risico? Dat is een vraag die we al 2 jaar normaal willen stellen. Wat is het risico inderdaad dat we doodgaan? We gaan niet dood. Het is de fucking verkoudheid, mensen. Meneer Diederik Hommel zelf zegt het. Het milieuprobleem is vele malen groter dan de COVID. Ach, oh ja, maar natuurlijk meneer... En we maken ons druk om COVID. Ik vind dat echt peanuts. De hele COVID is peanuts. My goodness. Hij vindt het peanuts. Hij vindt het peanuts. Dit wordt helemaal wat beter dit. Ik bedoel... Alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, holy bedoel, waar shit. Hebben we het over? Hè? Alle jongeren worden er niet ziek van. Inderdaad. Maar wel al die fucking jongeren moeten wel met een fucking mondkapje op de school. En die moeten wel mogen nergens naar binnen. Alles is dicht. Alles is dicht. En 2 jaar lang wordt hun jeugd verneukt. En ze worden er niet eens ziek van. Mensen, besef wat hier gebeurt. OMT. OMJ. OMG. Als we nou een ander virus hadden gehad... Hadden we misschien, daar hadden we ons zorgen, maar dit is toch een virus van niks eigenlijk. Holy shit, wat zeg jij nou, gast? Dit is toch niet te geloven? Het OMT die dit zegt. Moet je ons voorstellen, ik zag dit filmpje voorbij komen en ik begon na 1 minuut al te stuiteren. Ik denk, ik moet dit live laten zien. Wat is dit nou? Maar het filmpje duurt 4 minuten. We zijn er bijna. Holy shit, ouwe. Dit is waanzinnig. Het is goed voor onze zaken, want hij is natuurlijk een wappie geworden. Dus nou hebben we een OMT-wappie, mensen. Dat ook. Maar holy, wat is dit? Waar kijk ik naar? Het is gewoon surrealistisch, zoals je dat noemt. Het is gewoon niet echt. We sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van. Oh my god, jongen. Jij sluit ons op, hè. Jij sluit ons op, vuile tyfusgast. Holy... We zullen het echt met elkaar moeten oplossen. Want er is niet iemand die de waarheid in pacht heeft. En het land, wat jullie ook zeiden. Je durft bijna niet iets te gaan ontwikkelen. Omdat er altijd weer iemand is met een boven de bepaalde leeftijd die dan boos wordt. Ja. Nee, er is altijd iemand zoals jij. Zoals jij die het hele land op slot gooit, klootzak. Oh my, jij hoort in een gevangenis thuis, Diederik Gommers. Jij bent een crimineel, jongen. En je hebt het zojuist bekend. Flapdrol dat je bent. Ongelooflijk, wat een waanzin, mensen. Wat een waanzin, ouwe. Dit is nou echt een wappie, mensen. Helemaal gek, ouwe. Helemaal gek, dit. Ik wens jullie prettige middag, jongens. Wat een gekke huis, hè. Diederik Gommers is wappie geworden. Dat is